Van harte welkom bij de eerste aflevering van TCTV van het seizoen 2017-2018. Met in deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TEC tegen VVSB uit Noordwijkerhout. 10 seconden was TEC af van een overwinning op VVSB. De Tielenaren slaagden er echter niet in om een 2-1 voorsprong uiteindelijk over de streep te trekken. Een vermeende hensbal van Bart Westerlaken leverde de bezoekers een strafschop op en daardoor werd de eindstand 2-2. Allereerst de opstellingen van beide teams. Te beginnen bij TEC op doel van der Sman. In de achterhoede Sjakison, Zeller, Disveld en Vierek. Op het middenveld Westerlaken, De Wind en Onjijke. En de voorhoede van TEC werd in deze wedstrijd gevormd door Van Gessel, Koch en Makjavala. Dan de 11 van VVSB. Op doel Valk, in de achterhoede Rijk, Zwart, Slot en Fecunda. Josic, Koopman en Van der Wilde op het middenveld. En Bekooi, Van Pelt en Van Niel, die vormen de voorhoede van VVSB. TEC miste een viertal geblesseerden, terwijl ook Kemi Augustin nog niet speelgerechtigd is. Dat had vooral invloed op het creatieve deel van het middenveld. Rechterverdediger Obi Onjijke moest zelfs worden doorgeschoven naar het middenrif. Duidelijk werd dat Onjijke enorm moest wennen aan zijn nieuwe positie. Het eerste kwartier was VVSB gevaarlijker. De ploeg deed echter weinig met de mogelijkheden. Vrijwel alle schoten vlogen hoog over. De beste kans was voor Pieter Koopman. Matthijs van Gessel werd er uitgelopen door Richello Fecunda. Fecunda bezorgde de bal vervolgens bij Koopman, die de kans niet op waarde deelde. TC moest het voor rust doen met één kans. Doelman Valk liet een schot van Van Gessel los, maar de rebound was niet aan Koch besteed. Na de pauze speelde TC een klasse beter. Toch was de eerste grote kans voor VVSB. Koopman verscheen alleen voor Van der Sman, maar liet de bal naast huppelen. Twee minuten later was het wel raak. Fecunda zette voor en Koopman schoot raak. 0-1. Ruim een minuut later was het alweer gelijk. Van Gessel speelde Josma Makjavala in de diepte aan. De spits controleerde de bal prima en krulde deze in de verre bovenhoek 1-1. Lang leek dit de eindstand te worden. Twee minuten voor tijd echter passeerde Holder met een tegendraadse kopbal doelman Valk. Het was niet genoeg. Vanaf de stip werd het vervolgens in de blessuretijd nog 2-2. Het was overigens niet de eerste keer dat TEC in de extra tijd tegen een strafschop opliep. Ook het afgelopen seizoen gebeurde dat 3 keer. De veroorzaker van de strafschop, Bart Westerlaken, was na afloop wel erg stellig. Ik raakte de bal op mijn borst en niet op mijn arm, zo zei hij. Het was absoluut geen strafschop. Verschrikkelijk jammer, want we waren er zo dichtbij, zo liet hij weten. Arbiter Sander de Bruto Roch zag het anders en legde de beweging van de verdedigende middenvelder uit als opzettelijk hens. U kunt het nu nogmaals een keer zien in de herhaling. In de 47e minuut is het gescoord door Tommy Bekooi voor VVSB. Stand 2-2. Frits van den Berg, dit voelt als een verliespot, hè? Ja, dit zijn twee verloren punten. Want je staat in de 87e minuut, kom je op 2-1. En dan denk je met 3 punten lekker de zondagavond in te gaan. Maar het liep toch even iets anders af. Kun je de vinger opleggen waarom dat gebeurt? Of is het gewoon niet meer dan dat? Ja, een penalty tegen, pech. Ja, maar dat is me te makkelijk. Penalty tegen een pech, dat is me te makkelijk. Want uiteindelijk vind ik, als je in de blessuretijd, want dat zaten we. We zaten ver in de blessuretijd. De tweede minuut was daar. Ik had nog 10, 15 seconden op de klok staan. En dan krijgen wij dus nog een vrije trap tegen. Nou, daar kun je al over reden twisten. Was dat nodig geweest? Nou, ik denk het niet. Als je iets slimmer verdedigt, dan hoeft die vrije trap helemaal niet genomen te worden. Maar ik denk ook, en daar sta ik iets anders in. Dan is het voor mij de dood in de gladiolen. Als je nog 30 seconden te spelen hebt. Maar die 3 punten blijven dan hier. En, nou, maar het werd te dood. Ja, dat is juist de grote teleurstelling. Ja, het doet pijn, hè? Ja, dat doet zeker pijn. Want uiteindelijk gaat het... Je hebt dan nog de mogelijkheid, nadat je de vrije trap genomen is, kun je ook nog weer die bal verdedigen. Ja. Hij moet nog voor de goal gegeven worden. De keeper komt mee naar voren.
Ja, en dan zie ik een keeper, zie ik koppen. Dan denk ik, ja, maar hoe ben je dan aan het verdedigen? Oftewel, er is nog werk te doen voor Frits daar komende week bij de trainingen. Als we het positief gaan beschouwen, volgend seizoen werd het nog 6-0, hè? Voor VVSB. Ja, maar dit was niet het VVSB van vorig jaar. Dat heb ik ook wel gezien. Nee, maar ook TSC niet, hè? Nee, het was ook, wij zijn ook nog niet goed, want die 4-0 van vorige week... Nou, dat heeft wel een beetje best doorgewerkt van de week. Dat voel je. En dat zie je ook terug op het veld. Hè. Kijk, wij hebben het nu hebben we een wedstrijd gespeeld die eigenlijk heel matig was in de eerste helft. Ik vond de eerste helft heel matig. Wij hebben bijna niks gecreëerd. Het verschil in de tweede helft werd eigenlijk door één man gemaakt. Hè, en die heet Robbie Holder. Nou, dat vind ik. Wij hebben natuurlijk wel iets meer power voor gekregen. Maar dat had ook te maken met Jozema, hoor. Ik vond Jozema in de tweede helft in de spits vond ik hem goed spelen. En hij maakte een fantastisch doelpunt. En naar het einde toe, ja, toen kwam Robbie aan de rechterkant te spelen. En toen was Robbie weer in één keer gevaarlijk. Want op links heb ik van Robbie ook heel weinig gezien in de eerste 20 minuten. Maar juist in de laatste 20 minuten was Robbie vanaf de rechterkant. Nee, met het naar binnen komen was hij een paar keer heel gevaarlijk. En ja, hij maakte een fantastische kopgoal. Dus hij had een matchwinner kunnen zijn. Maar nou is hij misschien nog wel de slemiel. Volgende week dan moeten we maar weer 3 punten hier op de lok houden. Excelsior Maassluis. Ja, die heb ik gisteren gezien tegen de Treffers. En dat wordt ook weer moeilijk. Want Excelsior Maassluis is niet echt een ploeg die graag op onze helft zal spelen. Dus ik heb wel gezien dat ze... Heel veel inzakken, veel op eigen helft staan. Ja, er staat een spits weer van 2 meter. En ze hebben er eentje naast lopen. 2 meter, 2,50 meter. Hè? Ja, nou ja, goed, 2 meter. En ze hebben er eentje omheen lopen. Die is razendsnel. Dus het wordt weer een moeilijke wedstrijd. Maar we gaan wel voor de 3 punten. De trainer van VVSB, jullie hebben een punt te pakken. Daarmee van de nul af. Maar je had op meer gehoopt en ook had het gemoeten. Ja, ik denk het wel. Als je de wedstrijd verloop ziet, hebben we in de eerste helft denk ik een paar hele goede kansen gehad. En die schieten we niet binnen. En ik denk dat we terecht op 1-0 komen. En dat geven we heel snel weg. En na de 1-1 denk ik dat wij net iets verder waren als TEC. En toch krijg je Mioren. En met een gelukje pak je het punt nog door een penalty waarvan ik vond dat die wel licht gegeven werd. Nou goed, dat gebeurt dan en daarmee is die wedstrijd onbeslist geëindigd. Als je de wedstrijd verder beschouwt, hoe staat VVSB ervoor? Ik denk dat we nog lang niet zijn waar we willen zijn en dat het nog groeiend is. Daarvoor is het punt wel heel belangrijk. Ik denk dat we nog veel beter kunnen met z'n allen. En dat we dominant en druk vooruit willen zetten, dat blijkt wel. En, dan moeten we proberen in de thuis- en de uitwedstrijden voor te zetten. Wat we vandaag hebben ingeslagen, zeg maar. Dus tegen de dijk, vorige week hebben we het niet vol kunnen houden. Na een uur waren de krachten weg. Vandaag zie je dat we het 90 minuten wel vol kunnen houden. Even over jouw eigen rol. Je bent nieuw, hè, als hoofdtrainer bij VVSB. Je komt bij UNA vandaan. Ja. Hoe bevalt het? Want het is nogal een rit, hè, die je moet maken om te trainen in Noordwijkerhout. Ja, het is 140 kilometer. Maar als je op tijd weggaat, dan is daar niks aan de hand. Dan kan je je training... In je hoofd al voorbereid in de auto. En terug is er bijna niks op de weg. Dus dan rij je rustig terug. En het is je beroep dus. En je hebt daar een leuke club gevonden in Noordwijkerhout, VVSB. Ja, ook een dorpsclub. Mijn vorige club, UNA, was precies zo. Dus dat is mooi. Emilio Vink, je bent geblesseerd. Even over de wedstrijd. 2 punten hier op tijd toch nog verloren, hè? Ja, ik denk het wel. Als je, 1 minuut voor tijd nog de 2-1 maakt zelf. Ja, dan mag het nooit eigenlijk meer zo zijn dat je hem nog weggeeft. Dus ja, het voelt als een verlies voor ons. We hebben een punt gepakt, maar hadden eigenlijk 3 moeten zijn vandaag. Ook even de hand in eigen boezem steken. Hè? Het staat nog niet zoals het moet. Nou, we zijn nog een beetje aan het zoeken natuurlijk. Wat nieuwe jongens gekomen, wat jongens zijn weggegaan. We hebben wel een aardige voorbereiding gemaakt, maar het is nu even zoeken en de competitie gaat toch anders aan toe. En ik denk dat we vandaag zie je wel dat we op de goede weg zijn, maar we missen nog wel wat jongens met blessures. Ja, een van die jongens, dat ben jij zelf, wat is er aan de hand? Ja, klopt. Ik loop al een paar weken met een scheenbeenvliesontsteking. En na de wedstrijd had ik echt zoveel pijn elke keer. Dus nu hebben wij eigenlijk 1 week, 1,5 week helemaal rust ervoor.
En zorgen dat het niet chronisch wordt, hè? Oppassen geblazen dus. Ja, klopt. Het is gewoon elke keer kijken tot hoe ver ik kan gaan. En ik hoop zo snel mogelijk weer fit te zijn en wedstrijd te kunnen spelen. Nou, al met al, het eerste punt van dit seizoen is binnen. Ja, dat wel, ja. Tegenover me Robbie Holder, de maker van de 2-2. Daarmee eigenlijk dat punt nog binnengehaald voor TEC. Het was een wedstrijd met gemengde gevoelens, hè? Eerste helft speelde je niet mee. Waarom was dat? Ik was te laat op de club en daarvoor moet je dan op de bank beginnen. Dat was een keuze van het management, zullen we maar zeggen, van de trainer. Goed, en dan moet je invallen. Ja, dat is lastig. Vooral omdat je je voorbereidt om te gaan spelen. En al was het niet, als het je eigen verantwoording is dat je te laat komt. Ik had er niet op gerekend. Vertel zelf eventjes hoe dat ging. Want je valt dan in die tweede helft. De wedstrijd was moeilijk voor TSC. Hè? Maar dan gaat het toch lopen in die tweede helft. Hoe heb je dat zelf ervaren? Het bleef een moeilijke wedstrijd. Ze waren wel gevaarlijk. Het was zwaar. En de combinatievoetbal bij TSC was er nog niet echt veel, de lange bal? Nee, voetballen kwam er niet echt uit. Weinig diepgang, en dan praat ik ook over mezelf. Maar ja, uiteindelijk zijn we terecht op de 2-1 voorsprong gekomen. Maar ja, dan domme overtreding aan de zijkant, waardoor zij weer een kans kregen. Ja, je was erbij bij die penalty, heb je het kunnen bekijken? Ja, moeilijk te zeggen. De een zegt van niet, de ander zegt van wel. Moeilijk te zeggen. Oké, nou goed. Je hebt toch laten zien en zelf opgestaan, hè, vanuit een situatie die niet fijn is. Dat je niet zou spelen. Je had in de tweede helft in het begin een beetje moeite om je te laten zien. Uiteindelijk deed je dat wel en daardoor ben je man of the match geworden. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. En nou goed, dan moet het volgende week maar gebeuren. Hè, de eerste 3 punten op Sportpark de Lok van dit seizoen tegen Excelsior Maassluis. Ja, dat moet wel goed komen. En we hebben nog een week om ons voor te bereiden. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het goed gaat komen. Hoeveel ga je erin schieten? Nou ja, laten we eerst maar op tijd komen. dan komt het toch goed. Dan de uitslagen van de wedstrijden gespeeld op 2 en 3 september. Koninklijke HFC tegen Katwijk 0-1. GVVV tegen Rijnburgse Boys 2-1. Excelsior Maassluis de Treffers 1-1. Kozakken Boys AFC 1-1. Barendrecht FC Linde 3-4. FC Lisse HAC Hardenberg 2-2. De Dijk Jong Sparta 1-0. Achilles 29 het Groesbeek IJsselmeervogels 2-2. En TSC tegen VVSB 2-2. We zijn nog vroeg in het seizoen, maar nu al de stand na 2 speelronden. Bovenaan Katwijk, 2 gespeeld, 6 punten. FC Linde met 6 punten en De Dijk, nieuwkomer in de tweede divisie, ook 6 punten. Onderin Jong Sparta, 0 punten. De Koninklijke HFC heeft ook nog 0 punten. Evenals Barendrecht met 0 punten. TC vinden we op de 4e plaats van onderen met 1 punt uit 2 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Robbie Holder, hij kreeg een 7,5. Sebastiaan van der Sman, een 7. Michiel Zeller, een 7. Evenals Matthijs van Gessel en Bart Westerlaken. Daan Disveld, een 6,5. Josema Makjavala, een 6,5. Obion Jijke, een 6. Serhat Koch, een 6. Gregory Vierek, een 6. Rendel Sjakison scoorde een 5,5. Evenals Kurtley de Wind. Ook hij kreeg een 5,5 van de jury. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 9 september. Dan speelt TSC tegen Excelsior Maassluis. Die wedstrijd begint om 6:00 PM. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende aflevering.